Yes jongens, welkom en super leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe vlog. Ik zit vandaag met de hele familie. Yes, yes. Zit ik in de auto en niet zomaar een auto, nee. Maar de Toyota Aygo, zoals jullie kunnen zien. En deze auto heb ik 2 jaar geleden gekocht bij de Mediamarkt. En geleased bij de Mediamarkt, moet ik zeggen, inderdaad. En vandaag, na 1,5 jaar ondernemen, kan ik hem inruilen voor iets veel mooiers. En ik ga jullie vandaag meenemen. Ik kan nog niet vertellen wat we gaan halen. Maar zoals jullie weten, had ik een doel voor 2019. Want het is, zal ik nu even in beeld zetten. En ik kan je vertellen, de Audi A5 is het niet geworden. Maar het is nog veel mooier en jullie gaan het zien. Het is zover. We gaan officieel afscheid nemen van de Aygo en we gaan voor een... Oké, ik ga nog niet vertellen welk model het is. Jullie gaan het zo zien, maar hij is echt perfect. We zitten in je nieuwe auto. We zitten eindelijk in een nieuwe auto, ja. Het is heel bizar. 1,5 jaar geleden begonnen met ondernemen. Met het idee om een dropship business te starten. En nu 1,5 jaar later heb ik mijn droomauto kunnen kopen. Mijn doel was eigenlijk om in 2019, het is nu januari 2019, om een Audi A5 te kopen. Als je de omgeving een beetje ziet, je hebt een beetje verstand van auto's, dan zie je dat we niet in een Audi A5 zitten. Ik vind hem persoonlijk een veel mooiere auto. En ja, het betekent voor mij echt super, super, super veel voor me. Ik had die voor een Aygo 2 jaar geleden geleased bij de Mediamarkt. En ik voelde dat dat niet helemaal meer paste bij de persoon die ik wilde zijn. En nu ben ik geblest dat ik deze auto heb kunnen kopen vandaag. Oké, als je nou een idee hebt van welke auto dit precies is, laat het even weten in de comment voordat je verder kijkt. En wij gaan nu naar het station toe. Jullie gaan nu de big reveal zien van de auto. Dus als ik in mijn vingers knip zo meteen, dan zien jullie wat het is geworden. Ik ben super excited, ik ga nog steeds shaken. En laat nogmaals even weten in de comment als je denkt dat je weet wat de auto precies is. En de winnaar die krijgt een like van mij. Hoe voelt het nou, Josh? Het voelt even wennen, maar het voelt heel goed. Je kan niet van deze auto houden, dit is perfect.
echt wennen dit hoor. Laatste ritje in de Aygo. Allerlaatste. Wel een hele lijpe transformatie dit hoor. Yes jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Het is voor mij een heel bijzonder moment. 2 jaar geleden kocht ik deze, of leased ik deze bij de Mediamarkt. 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met ondernemen. Ik ben 23 jaar en vandaag is het me gelukt om mijn echte droomauto te kopen. En dit is om te laten zien wat er ook voor jullie mogelijk is. Niet om stoer te doen, niet om uit te sloven, maar om jullie te laten zien wat er mogelijk is als je actie onderneemt. En de kansen krijgt die voor je liggen. Voor nu, nogmaals bedankt voor het kijken. Als je het nou een leuke video vond, doe even een blauw duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter in de comments en vergeet natuurlijk niet te abonneren en klik ook even op het notificatiebelletje zodat je een nieuwe melding ontvangt als er weer een nieuwe video online is. Peace!